Anouk, Michel, een speciale keuze van Tessa. Tessa is de bijna winnares van So You Wanna Be a Popstar. Ja, ik zeg bijna winnares, want verliezer staat ook weer zo stom. Want dat was je natuurlijk niet, Tessa. Tessa, 16 jaar, haar eerste single is net uit. I Put My Trust In You. En ik krijg al wat e-mailtjes binnen. Waarom ligt die nog niet bij ons in de platenzaak? Volgens mij vanaf morgen, hè, Tessa? Kijk de meneer van de platenmaatschappij aan. Die knikt ja. En inderdaad, vanaf morgen kan je hem waarschijnlijk vinden in jouw platenzaak. So You Wanna Be a Popstar. Wie gaf jou op of was je dat zelf? Mijn vriendin heeft me opgegeven. En wist jij daarvan? Nee. Echt niet? Nee. En wanneer kwam je daarachter? Hoe ging dat? Dat allereerste begin? Ja, ik kreeg op een gegeven moment een mailtje binnen of ik auditie wilde komen doen. En ik dacht, ja, het was zomervakantie. Ik had zoiets van, ja, waarom niet? Waarom niet? Ja. En dat was het begin van alles, zeg maar. Want het is natuurlijk sindsdien heel erg snel gegaan met jou. Nou heb ik gehoord dat jij wel eens in een interview hebt gezegd... ik wil wereldberoemd worden. Oh ja? Is dat zo? Nee, is het niet zo? Ja, ja, maar... Hoe ga je dat bewerkstelligen, Tessa? Huh? Hoe ga je dat doen? Hoe ga je wereldberoemd worden? Ja, wereldberoemd is gewoon... ja, dat zei ik als een klein meisje altijd. Dat is meer niet in de zin van, oh, ik wil wereldberoemd worden. Maar ik wil graag zeggen dat mijn muziek gewoon... dat mensen over de hele wereld daarvan kunnen genieten meer. Dat is meer mijn doel. Nou, wereldberoemd ja. Dus. Ja. Hey Tessa, ik krijg een mailtje binnen hoor. Dit, wil je later kinderen? Wat een vraag. Nee, snel dan. Ja of nee? Ja. Dat wel. Eens even kijken. Ook nog een mailtje van Christian. Die hoopt ook dat je ver gaat komen. En waar ga je allemaal optreden de komende weken? Ik heb aanstaande woensdag een instore in Lisse, is dat? 8 december natuurlijk. Dat betekent een optreden in een winkel, zeg maar, ja? Ja, 8 december natuurlijk. Het Popstars, de rij van Nederland. Popstars concert, ja, in de Heineken Musical Hall. Zo, met alle andere popstars, hè? Alle de rest van de 9, ja. Dus dan heb je het over Maaike. Willem, Sherilyn, Tim... Henry, Lode, Henk, Marilyn en Mercia. Ja, ik ken er inmiddels twee, Tessa en Maaike, dus sowieso op de hoogte ben ik. Sorry, ik ga nog even in die mailbox kijken. Tessa, heb je huisdieren en hoe heten ze? Oeh, ja, ik heb een veel huisdieren. Ja, ik heb twee honden. Kim en Dushi, dat is een golden retriever en een Friese daarbij. Ik had een hamster, maar die is dood. Oh, jammer. En dan moet ik eigenlijk zelf ook nog even vragen. Ik bedoel, ik heb hier een prachtige dame van 16 voor me zitten. Heb je een vriendje? Ik heb geen vriendje, nog niet, nee. Ik twijfel achter het antwoord toch wel. Maar op dit moment geen vriendje. Nee. Eens even kijken hoor. Je zei al, die eerste single van jou, die I Put My Trust In You, die is geschreven voor jou. Ja. Schrijf jij überhaupt ook zelf liedjes? Ja, ik heb vroeger wel mijn vrije tijd wel gewoon een leuk melodietje met een tekst in mijn hoofd opgeschreven. Maar heb ik niet echt iets mee gedaan. Maar je doet het een beetje zo, nou, valt wel mee. Is dat niet iets wat je juist heel graag zou willen later? Je eigen liedjes schrijven? Ja, ja. Of vind je het wel lekker als het zo aangeleverd wordt? Nou ja, op zich vind ik als je eenmaal een basis voor een nummer is... en dan kan je zelf meewerken, dat vind ik wel heel prettig. Want ja, ik weet van mezelf, ik ben niet de beste songschrijver hier in Nederland. Dus laat ik wel liever aan anderen over. Maar op zich, als je het echt kan, dat lijkt me wel heel erg gaaf. Je moet het echt zelf kunnen, ja. Oké, dan moet ik toch nog even teruggaan, want ik vergeet het steeds op Anouk, want die draaiden we net, Michel. Anouk, een grote zangeres, wereldberoemd bijna. Nieuwe album is net uit en dat is toch een Amerikaanse producer. Ja. Gaat keihard met haar. Waarom Anouk? Nou, ze is gewoon een geweldige zangeres. En, dat mooi is nummer. Eigenlijk gewoon een mooi nummer, klaar. Oké, straks ook nog platen met een verhaal. Want ik hoor dat je zelf ook nog wat musical materiaal van musicals waar jij in hebt gespeeld mee hebt genomen. Nee, dat kan niet. Dips! Nee, echt niet? Nee, niet waar ik zelf in heb gespeeld. Nee. Oh, oké, andere musical nummers. En die gaan we straks draaien, maar eerst even Glennis. En hoe? Want jij kent Glennis persoonlijk. Ja, ik ken Glennis. Ja, ze heeft met mij samen een duet gezongen. In de liveshows. Oké, zo op de hoogte ben ik. In Wannabe Popstar. In So You Wannabe Popstar, ja. En je vindt haar heel erg goed. Ja, ze is super lief. En ze is zo'n geweldige zangeres. Ja, vanaf het begin toen ik hoorde dat ik met haar mocht gaan zingen. Nou, ik was echt helemaal de hele week... Bijna, althans. Live hier in de studio met Tessa van So You Wanna Be A Popstar. En zij bepaalt een uur lang de muziek die je hoort. Zo ook dit nummer. Het heet Te Ver Gegaan en het komt uit de musical Aida. Allereerst, Tessa, heb jij die musical wel eens gezien, die Aida? Ja, twee keer zelfs. Oké. En waarom wilde je dit nummer speciaal draaien? Dit is het nummer waar Maaike, Willem en ik de halve finale mee hebben geopend.
Oké, dat zijn de andere popstars, wannabe popstars, zeg maar. Die Willem was die ook derde, want je noemt Maaike, die was dan eerste. Maar... Mm-hmm. Willem is derde geworden. Oké, dus dat was echt de grand finale bijna. En toen hebben jullie dit nummer gezongen. Ja. Te gek hoor. Hey, dat musical ding, is dat wat voor jou? Want ik merk toch een soort... kijk, bijvoorbeeld Jim en Jamai, die wonnen destijds Idols. Die zijn nu volledig in het musical vak. Zou jij daar over een paar jaar ook kunnen zijn, denk je? Ja, dat weet ik niet. Of is dat niet helemaal jouw ding? Nou ja, ik bedoel, je hebt al in een musical gespeeld. Ja, ik vind het absoluut wel leuk. Ja, ik vind het absoluut veel leuker dan bijvoorbeeld een baantje bij de Albert Heijn. Oh, zeg maar. Ja, sorry, daar hoef je niet over te hebben natuurlijk. Maar als je moest kiezen, solo zangeres of echt musical specialisatie? Is dat een moeilijke keuze of zo gemaakt? Nou, op dit moment zeg ik solo. Toch maar wel. Ja, je weet natuurlijk nooit hoe het gaat lopen. Een baantje bij de Albert Heijn. Heb jij een bijbaantje? Nee, ik heb dit moment geen bijbaantje. Nee, op dit moment, maar voorheen? Nee, ook niet. Nog nooit gehad? Nog nooit gehad. Oh, ook niet ruimlappen bij de buren of zo? Helemaal niks? Hoe is jouw verdere leven? Want geen bijbaantje dus, maar heb je hobby's, sportje? Ik heb op zich redelijk druk met school. En ik volg tot nu toe een dansopleiding van 10 uur per week ongeveer bij Lucia Martens. 10 uur per week en dat is best veel. Ja, dat was in het weekend dan. En zanglessen, pianolessen. Gewoon, ik was eigenlijk na school eigenlijk altijd met muziek bezig. Dus ik had ook helemaal geen tijd voor vriendjes en bijbaantjes. En, ik was eigenlijk altijd druk bezig. Altijd muziek. En dat zal de komende jaren hopelijk voor jou ook nog wel zo blijven. En daarnaast ga je dan wel naar school. Welke klas zit je? 4HAVO. En wat vind je ervan? De 1040 uren norm. Ja, dat is waanzinnig in het nieuws natuurlijk. Alle scholieren rennen als de beste. Stond je ook tomaten te gooien op een pleintje? Of hoe zit dat? Het waren eieren, maar nee. Oh, heb je dat gedaan? Nee, ik niet. Nee, we hadden tussenuur. En ja, ik wist eigenlijk helemaal niet dat die staking... ik had mijn mail nog niet doorgelezen. Ik wist helemaal niet dat die staking er was, joh. En ik zat in de aula. En ik zag allemaal mensen met spandoeken. En ik zei, wat is er aan de hand? Op een gegeven moment gingen ze... Ik zit dan in Leiden op school. Gingen ze allemaal richting het plein, ergens. Uh-huh. En, maar ja, ik en mijn vriendin hadden echt zoiets. Zullen we meegaan? Maar ze zei, nee, het is te koud buiten. Dus ze zijn binnen geweest. Dus jij vindt het eigenlijk wel prima, die 1040 uur? Nee, dat niet. Maar we hebben wel gestaakt. Maar dan wel binnen, zeg maar. Gewoon lekker binnen staken. Nou ja, het wordt nu waarschijnlijk aangepast overigens. Ja, hè? Die het staking, is wel goed. Alhoewel, ik vond het toch niet zo leuk dat het dan weer zo... Een staking. Ik vind het goed dat ze het gedaan hebben. Maar hou het dan gewoon op. Gewoon staken. Ga niet met eieren en stenen gooien. En weet je wel, dat heeft geen nut. Ja, het heeft dus wel nut gehad. Maar ja. Kijk. Maar goed. Nee, maar het had ook anders gekund. Ik vind het mooi dat je je verantwoordelijk voelt om op de radio toch even te zeggen. Lieve scholieren, hè. Ondertussen staat ze stiekem ook rustig. Eieren te gooien. Maar heel nee, netjes. Nee. Heel netjes, Tessa. Ik snap het alweer. Bluff. Is een waanzinnig gerenommeerde band en ook een van jouw favorieten? Ja. Gewoon een goed nummer.